Goedemiddag en welkom bij dit webinar van Work Smarter en Teamleader. We gaan het vandaag hebben over financiën. Kapitaal ophalen voor een bedrijf is, er komt op zich al redelijk wat kijken in de beste omstandigheden, maar vandaag lijkt het nagenoeg onmogelijk. Gelukkig zijn hier vandaag Nick en Albrecht van The Harbor, die jullie kunnen komen vertellen dat er wel degelijk alternatieven zijn, maar je moet natuurlijk wel weten waar gekeken en wat gedaan. Dus without further ado, laat ik het aan de heren over. Nick en Albrecht, ik verlaat het podium en ik geef het woord aan... Goedemorgen of middag, het is ondertussen 11 uur. De bedoeling is vandaag om verder in te pikken op het eerste seminarium dat er onze collega Marijke van de Sompel heeft gegeven. Waar we toen voornamelijk gehad hebben over het belang en de opmaak van een cashflowplan, zeker in coronatijden, en het bepalen van de runway. En een keer dat je daar natuurlijk dan zicht op hebt, is het belangrijk om te gaan kijken van oké, als ik een bepaald bedrag ga nodig hebben, als ik cash ga nodig hebben in de nabije toekomst, hoe kan ik mijzelf gaan financieren? We gaan erbij vandaag verschillende kanalen bespreken, op basis van de expertise van Nick en mijzelf. Ga ik het hebben over overheidsfinanciering en bankfinanciering. Ik ga het dan hebben over kapitaalfinanciering. In een volgend webinar, omdat dat ook toch vrij uitgebreid is en zeker belangrijk is deze tijden, zullen mijn collega's Matjas en Casper dan crowdlending behandelen. Vooraleer we van start gaan met de kanalen, wil ik misschien toch even een concept uitleggen. Het concept van stapelfinanciering. Een beetje overgenomen van onze Nederlandse vrienden. Het is niet nieuw. In Vlaanderen kennen we dat als de financieringsmix. In het verleden zagen wij voornamelijk, zo werkten wij ook, dat we een dossier gingen voorbereiden en doorgaans bij een financieringsnood. Banken gingen vrij goed mee. Alles ging ook nog goed pre-corona. Je kon eigenlijk in principe vrij gemakkelijk met een goed dossier tot 75% bankair gaan financieren als je een eigen inbreng van 25% kon voorzien. Die eigen inbreng kon je dan doen aan de hand van achtergestelde leningen, kapitaal of eigen cash. En zo kon je meestal jouw dossier of jouw financieringsnood wel gaan financieren. De nieuwe manier, zeker in coronatijdperk, denk ik dat stapelfinanciering belangrijker wordt. Een financieringsmix is niet louter het samenbrengen van verschillende financieringskanalen, maar is ook gaan kijken naar jouw cashflowplan en gaan bepalen welke middelen je wanneer gaat gaan nodig hebben. Omdat elk type van financiering ook een andere termijn heeft. Misschien om kort toe te lichten, het concept stapelfinanciering. Stel je bent een bedrijf, je hebt een 500.000 euro nodig, je hebt jouw cashflowplan gemaakt, je runway bepaald, je hebt een 500k nodig de komende 24 maanden. Dan ga je dat waarschijnlijk, en zeker in deze tijden, niet via één kanaal. Niet enkel via de bank, of enkel via kapitaal, of enkel via de crowd gaan ophalen. Nee, je gaat het gaan opsplitsen. Je gaat gaan kijken, oké, dit is mijn cashflowplan. Welke middelen heb ik het eerste kwartaal nodig? De eerste 3 maanden, dat zijn middelen die je vrij snel gaat nodig hebben. Daar moet je gaan kijken naar kanalen die snel kunnen schakelen. Een stuk daarvan zal eigen inbreng zijn, zal bootstrapping zijn. Langs de andere kant kan je daar ook al gaan kijken naar, kan ik mijn eigen netwerk, de FFF's, gaan bereiken. Ik denk dat de win-win-lening vandaag daar het middel bij uitstek voor is, om kleine kredieten te gaan vragen bij jouw netwerk. En op die manier die eerste financiering te gaan bekomen. Dat wil daarom niet zeggen, als je die financiering hebt, dat je dan moet gaan stilzitten. Maar als je eigenlijk kan aantonen dat jouw eigen netwerk je ondersteunt, kan je het misschien iets breder trekken en kan je de crowd gaan aanspreken. De crowd is vrij groot. Je kan dat doen aan de hand van bijvoorbeeld een online crowdlending campagne. Waarbij dat je mensen gaat gaan overtuigen van jouw concept, van jouw verhaal, van jouw bedrijf. En eigenlijk ook gaat vragen om in jouw bedrijf te investeren. Dat kan aan de hand van verschillende vormen van crowdfunding. Een crowdlending zijn, equity crowdfunding, reward-based crowdfunding. Maar daar zullen we in een verder seminarie, een later seminarie op ingaan. In de volgende fase ga je dan gaan kijken naar banken, overheid en kapitaal. En zo kom je eigenlijk stapsgewijs aan de hand van een stapel tot die volledige financieringsmix, waarbij dat je rekening houdt met de timeline. Als je een bankfinanciering wilt gaan doen, hoogstwaarschijnlijk zal je dat eerste kwartaal nog niet rondkrijgen. Er zal wel wat gesprekken en voorbeelden bij de banken moeten vooraf gaan. Overheid heeft zeker een bepaalde timing, hou daar rekening mee. En kapitaal, daar gaan onderhandelingen aan vooraf. Maar dus dat wil daarom niet zeggen dat je alles moet inzetten op kapitaal en moet mikken op
zes maanden om dat te gaan ophalen. Maar je kan eigenlijk stap voor stap het principe van stapelfinanciering gaan gebruiken om jouw volledige financieringsnood te gaan invullen. Dat is toch wel een belangrijk concept. En een concept dat denk ik zeker tijdens het coronatijdperk en ook na het coronatijdperk veel relevanter zal worden. Verschillende financieringskanalen zullen allemaal schrik hebben van de risico's. Dus het zal belangrijk zijn om een beetje leverage te creëren, om hefbomen te gaan creëren. En aan de hand van bijvoorbeeld een succesvolle crowdfundingcampagne, waarbij je kan aantonen dat de markt gelooft in mijn verhaal, om daarmee de bank te gaan overtuigen. En als de bank mee wil, om dan te gaan kijken van kijk, overheid, ik heb al dit bedrag van mijn financieringsnood ingevuld, wat kunnen jullie doen? En om dan tot slot te gaan kijken van oké, ik mis nog een bepaalde expertise, een bepaald netwerk. We hebben nog wat bijkomende middelen nodig. We willen misschien ook onze raad van bestuur gaan versterken. En dat zou je dan kunnen gaan doen door eigenlijk bijkomend kapitaal te gaan ophalen. Opnieuw, waar dat je aan die kapitaalinvesteerders kan aangeven van kijk, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb mijn eigen netwerk al aangesproken. Ik heb de bank aangesproken. Ik heb de overheid aangesproken. En nu komen we tot bij jou om eigenlijk dat sluitstuk te gaan invullen. Dat is eigenlijk de perfecte toepassing van stapelfinanciering en is een principe dat wij eigenlijk heel sterk willen toepassen bij al onze dossiers. Vandaag gaan we het voornamelijk in eerste instantie hebben over banken. Wat kunnen banken op vandaag betekenen? Zij worden ook getroffen door de coronacrisis. Maar mijn collega Niek zal toch toelichten hoe dat je daar toch bepaalde kanalen kan gaan benaderen, wat dat je daar kan gebruiken en wat niet. Om dan over te schakelen op de overheidskanalen. En wat kan een overheid vandaag doen? We zien heel veel circuleren rond PMV, rond Agoria, de beschikkingstelling van 250 miljoen. Wat kan dat en wat kan jij daarvan gaan gebruiken? En dan als sluitstuk ga ik even ingaan op het luik kapitaal. Wat is er vandaag nog mogelijk? Willen business angels nog mee? Zijn er alternatieven? Waar moet ik rekening mee houden? Dus dat zal eigenlijk de inhoud zijn van deze presentatie. En dan geef ik het woord aan mijn collega Niek, not your average banker, zelf een 22 jaar ervaring bij ING gehad en nu gelukkig staat hij aan onze kant, aan de kant van de ondernemer. Niek, wat kunnen wij betekenen voor die ondernemer? Ja, dank u wel voor het woord, Albrecht. Wel, in eerste instantie twaalf is refereren naar het grote bankenplan en dat het eigenlijk bekokstroefd geweest is, als ik het zo mag zeggen, samen met de federale overheid en de Nationale Bank op 22 maart. En er zijn eigenlijk twee grote luiken en die zou ik even willen bespreken. Het eerste luik die vooral kijkt naar bestaande kredieten. Een tweede luik die kijkt naar nieuwe kredieten. Als je een beetje kijkt naar de bestaande kredieten, wat is daar voorzien? Vooral het uitstel van de kapitaalsaflossingen. Niet de interesse, op bestaande kredieten gaan de interesse blijven doorlopen. Maar er kan gevraagd worden om een opschorting te krijgen, als het ware, van maximum 6 maanden van het terugbetalen van kapitaal. De uiterste datum tot wanneer dat kan aangevraagd worden is eind oktober. En men zal hier vooral kijken naar de zogenaamde gezonde bedrijven. Je gaat zien dat ik hier niet in alle details ga, omdat heel veel details beschikbaar zijn op verschillende webpagina's. Ik wil vooral even kijken van oké, hoe kijken banken naar die verschillende mogelijkheden van vandaag. Die gezonde bedrijven, niet te veel in detail gaande, wat wil dat zeggen? Wel, ze willen vooral kijken naar twee zaken. Eén, had je al problemen voor de coronacrisis of niet? Want anders zou het uitsluitend zijn. En anderzijds, is er effectief een impact van de coronacrisis op je business? En dat moet je kunnen aantonen door het bewijs dat je een verplichte sluiting hebt moeten doen, of bijvoorbeeld ook tijdelijke werkloosheid in de groepen hebben, of een daling van je omzet kunnen aantonen. Ja. Over welke kredieten gaat het? Wel, het gaat in eerste instantie over alle afbetalingskredieten, de klassieke investeringskredieten, businessleningen en noem maar op, met een terugbetalingsplan, maandelijks, kwartaal of per jaar. En hier moet je kijken naar alle vervaldagen die vallen tussen, noem het vandaag, en eind oktober. En voor al die terugbetalingen kan uiteindelijk die opschorting gevraagd worden. Maar niet alleen voor afbetalingskredieten, maar vooral ook voor korte termijn kredieten. Er zijn streekloons, voorschotten, vaste voorschotten, maar vervaldag ook in die periode. Die kunnen ook verlengd worden tot eind oktober. En kaskredieten, soms bij start-ups, zeker bij start-ups, geeft een bank een kaskrediet voor een bepaalde periode, met een vervaldag,
om even een evaluatiemoment te kunnen inlassen. Ook daar, als dat in die periode zou vallen, kan dat verlengd worden tot eind oktober. Dus in principe zijn het alle kapitaalsaflossingen die er zijn in die periode, die kunnen verlengd worden en die kunnen opgeschort worden. Mijn advies richting dit voorstel van doen of niet, ik krijg heel veel vragen, wat moet ik dat nu doen, moet ik dat nu niet doen? Ik zou het absoluut aanraden. Het is zo dat we de impact van corona niet kunnen inschatten. En we kunnen ook niet inschatten hoe lang dat het nog gaat duren. Hoeveel cash dat we gaan nodig hebben om die periode te overbruggen. Dus elke opportuniteit, elk middel die er is om ervoor te zorgen dat we onze cash niet moeten uitgeven en kunnen houden om ons bestaande kosten te gaan betalen, daar moet je toch wel zeker beroep op doen. Dus ik zou het zeker en vast aanraden aan iedereen die geïmpacteerd is natuurlijk door corona, wat dat moet je zeker kunnen aantonen. Wat kost dit? Wel, het is zo dat er een afspraak is gemaakt met de banken dat ze geen dossierkosten en geen administratiekosten mogen aanrekenen. Het kost u natuurlijk wel een beetje. In die zin dat voor afbetalingskredieten de looptijd wordt verlengd. Op het einde van de looptijd met het aantal maanden dat je dus uitstel hebt gekregen. Dus dat betekent dat je gedurende deze periode van uitstel wel interesse betaalt en dat er natuurlijk on top van de totale kostprijs van je krediet komt. Maar goed, je moet overwegen of dat opweegt tegenover het voordeel van je cashbuffer op vandaag om die te kunnen behouden. Waar krijg ik nog heel veel vragen over? Dat is over leasing. Wat met leasing? Zit dit ook in het aanbod die men gedaan heeft? Nee, puur theoretisch niet. Maar goed, in al mijn contacten met de banken van de laatste dagen en weken voel ik duidelijk aan dat banken ook bereid zijn om uit te kijken naar lopende leasingcontracten als de aanvraag gesteld wordt voor uitstel van kapitaal. Dus banken zijn blijkbaar op een goede manier, op een constructieve manier mee in dit verhaal. Doen daar zeker niet moeilijk over. En als het over heel grote bedragen gaat, ik heb bijvoorbeeld gehoord deze week nog van KBC, waarbij dat ze dan bij een onroerende leasing de betaling voor de komende 6 maanden samengenomen hebben en eigenlijk in een krediet gezet hebben op 3 jaar. Met spreiding over 3 jaar, zelfs met kapitaalfranchise van 1 jaar. Dus ik voel duidelijk aan dat hier ook de banken wel degelijk kijken naar goede oplossingen om hierin te helpen. Nu, hoe vraag je uitstel van kapitaalsaflossingen aan? Eigenlijk, banken hebben hier ook hun werk gedaan. Ze hebben de voorbereiding gedaan en gezorgd dat ze klaar waren. Ik denk dat IT-gewijs geen evidentie geweest is en dat mensen dag en nacht hebben gewerkt om dit in elkaar te boksen. Maar ze werken eigenlijk allemaal op vandaag met een soort fast-track-procedure, een soort one-of-two-pager, waarbij dat enkele zaken moeten ingevuld worden en bezorgd worden. En wat staat daar dan op? Wel algemene gegevens, ondernemingsnummer en dergelijke. Vooral ook het meegeven van welke kredieten, op welke kredieten wil je effectief ook uitstel van kapitaalsaflossing en welke niet. Sommige banken geven de voorkeur ook, of de keuze om het aantal maanden te kunnen kiezen. En er is ook steeds een verklaring op eer, waarbij dat je dan uiteindelijk meegeeft enerzijds dat de impact van corona er wel degelijk is. Dus dat het uitstel dat je vraagt, dat is om die impact te kunnen overbruggen. En dat je uiteraard ook behoort tot de zogenaamde gezonde bedrijven. De meeste banken behouden zich het recht om bepaalde zaken op te vragen ook en die ter beschikking te stellen als het nodig is. Als ik zo'n beetje kijk naar de verschillende grootbanken, BNP werkt echt wel met een formulier die je kan aanvragen bij een relatiebeheerder. KBC werkt met 2 tracks, rechtstreeks inchecken bij een relatiebeheerder, maar hebben ook een online pagina gemaakt op de website, waar je effectief ook een formulier kan invullen. Belgius heeft een formulier ter beschikking in het online gedeelte van een online banking. Waarbij dat je ook het formulier kan gaan uploaden. Bij ING is het eerder een typeform die dan ook in online banking kan rechtstreeks ingevuld worden. En het is allemaal een beetje dezelfde track die gevolgd wordt. Belangrijk is om mee te geven dat de banken weinig spelingsruimte krijgen in het verhaal. Het is zo, als je voldoet aan de voorwaarden, zijn banken verplicht uiteindelijk ook om dit automatisch te gaan toekennen. Als ik kijk naar de dossiers die gepasseerd zijn op vandaag al, dan zien we dat het ongeveer 3 à 5 werkdagen duurt. Dus zeker en vast, als je dan
voor april, als je dan wil kijken naar bepaalde vervaldagen die je hebt, houd in de gaten en vraag het voldoende vlug en voldoende vroeg aan. Dan natuurlijk de nieuwe kredieten. Het tweede leuk. Nieuwe kredieten die zijn vooral voor overbrugging en bewerkingskapitaal. Om ervoor te zorgen dat je verdere overhead kan betalen. Huur, ook lonen en dergelijke. Dat je al die zaken kan blijven overbruggen. Zolang of dat je een daling van omzet hebt of misschien ook wel geen omzet hebt. Het heeft langer geduurd. Banken hebben heel langer moeten wachten. Om te weten wat kon en wat niet kon. Het akkoord van Europa is er nu pas zaterdag laatstleden geweest, waarbij dat we natuurlijk moeten wachten hebben tot gisteren en dat eigenlijk het geheel bekrachtigd is door de ministerraad gisteren. Ik heb nog geen formele bevestiging gezien, maar dat zou moeten gebeurd zijn. Maar we wachten nog op echte details via een charter van Fedelfin en ook een publicatie natuurlijk die er moet gebeuren. Nu, wat zijn de globale voorwaarden daar rond? Het gaat eigenlijk over kredieten, afbetalingskredieten of bijkomende of nieuwe kredietlijnen om overbrugging te gaan voorzien. Met een maximumlooptijd van 12 maanden. En hier ook voor de gezonde bedrijven. Zelfde definitie als voor aflossing, instel van de kapitaalsaflossing. Er is een beperking op de rente die mag gehanteerd worden van 1,25. Het is belangrijk om die kredieten aan te vragen voor 30 september. Dus dit hoeft morgen niet meteen te gebeuren. Je kan best op basis van je eigen cashflow gaan inschatten wanneer dat de noodzaak er effectief ook is. Maar ook om te kijken van hoeveel hebben we nu net nodig. Het kan best zijn dat je dat misschien morgen iets beter weet dan vandaag. Dus hier is de zogenaamde bazooka van toepassing. De overheidswaarborg van 50 miljard. Waarbij dat de overheid zich garant stelt voor 75% van het toegekende krediet. En er is een upfront fee die aan de overheid moet betaald worden van 0,25%, eenmalig, die dus eigenlijk gehanteerd wordt op 1 jaar. Hoe kijken banken naar dit verhaal? Wel, ik denk dat de appetijt hier natuurlijk wel een beetje anders zal zijn dan uitstel van kapitaalsaflossing. Je moet weten dat de banken de eerste 3% volledig zelf moeten gaan dragen van de verliezen op deze dossiers. De overheid is hier vrij streng geweest. Tussen 3% en 5% komt de overheid dan voor de helft tussen. Dus als je dit kunt becijferen, dan hangt je toch wel een redelijk risico boven de banken. Dus ik ga ervan uit dat banken hier toch wel met een voldoende strengheid gaan naar kijken en naar dergelijke dossiers. En in eerste instantie gaan kijken van, oké, betreft het hier wel gezonde bedrijven van voor de coronacrisis en is de vraag die gesteld wordt wel beantwoord? Dus waar ik zeker op wil benadrukken is, maak een heel stevig dossier op voordat je naar de bank gaat, want je gaat echt het vertrouwen van de bank moeten winnen om bijkomende kredieten te gaan krijgen. Wat is nu belangrijk om zo'n dossier op te maken? Wel, in eerste instantie zorg ervoor dat je contact opneemt met je boekhouder om een zeker en vaste balans- en resultatenrekening van de laatste jaar rekening te hebben in detail en ook de tussentijdse cijfers. Ik weet dat het soms wel een beetje kan duren en boekhouders hebben het ook wel zeer druk en krijgen zeer veel vragen nu in de coronacrisis. Dus begin daar ook tijdig aan. Het tweede belangrijk punt is toch wel een heel duidelijk beeld moeten kunnen geven van de impact van corona op uw business. Welke omzet haalt je wel nog binnen en welke omzet haalt je niet meer binnen? Het kan best zijn dat verkoop niet meer lukt, maar verhuur misschien wel. Dus dat zijn allemaal zaken, de ganse impact van die corona ga je toch wel heel goed moeten kunnen beschrijven. Maar de situatie op vandaag, hoeveel cash heb je nog, wat staat er nog op rekening? En ook, wat heb je nog van beschikbare lijnen wat je eventueel kan opnemen? En dan het allerbelangrijkste, welke zaken ga je zelf gaan ondernemen met betrekking tot je inkomsten en je uitgaven? Als we kijken naar inkomsten, dan kan je eventueel toch wel zelf eventueel dan nog wat eigen middelen insteken. Banken appreciëren dit enorm. Het telt een beetje als een eigen inspanning terug in de kredietvraag. Maar ook aan de rest van de inkomstenkant toch wel kijken van op welke manier kan je zoveel mogelijk omzet genereren. Kan je pivoteren met je businessmodel? En daar kijken banken naar. Mooi voorbeeld, gisteren iemand aan de lijn had die een horecazaak heeft verplicht moeten sluiten.
heeft gepivoteerd naar delivery. Op vandaag draait zij 25% van de normale maandomzet uiteindelijk via afhaaldiensten. Als je daarmee naar de bank gaat, ja, dan denk ik dat het toch wel een stukje makkelijker is om wat extra krediet te gaan krijgen, omdat je daar zelf heel wat belangrijke initiatieven in neemt. Maar ook, ja, kijk naar uw vorderingen, openstaande vorderingen. Ga in het gesprek met uw klanten. Check ook of dat die fondsen gaan binnenkomen. Als je die informatie allemaal kunt meegeven, heeft dat ook wel een sterk vertrouwen. Ja, aan de uitgavenkant, ja, waar kan je bootstrappen? Alle kosten die niet noodzakelijk zijn, haal ze eruit. Geef een eventueel signaal door je loon te bevriezen of te verlagen gedurende een bepaalde periode. En heel belangrijk, toon ook aan naar de bank toe welke steunmaatregelen je eigenlijk al hebt genomen, zijn de tijdelijke werkloosheid of uiteindelijk de hinderpremie die je aangevraagd hebt. Dat je heel duidelijk kan aantonen van ik heb eigenlijk alles al gedaan om mijn funding need die er is, mijn cash need, zoveel mogelijk te gaan beperken. Het kan belangrijk zijn om alles wat ik net verteld heb, te gaan vertellen in een cashflowplan voor de komende 12 à 18 maanden. Ik heb gisteravond nog iemand van de bankiers aan de lijn gehad, die zei van kijk, wij bij Belfius, we gaan sowieso een plan vragen op 18 maanden. En we willen ook wel heel duidelijk zien, maand op maand, wat er gaat binnenkomen en wat er gaat buiten gaan. We willen ook zien van, wat hebben jullie echt nodig? En dat is toch wel heel belangrijk, dat we toch echt wel op drukken. Dat je dit echt gaat nodig hebben om dit te kunnen vragen. En de tweede zaak wil ik zeker meegeven ook, veel mensen vergeten dat er ook een post-corona periode is. Het is zeer goed om op vandaag te kijken van wat heb ik nu nodig om deze periode te overbruggen. Maar eens dat uiteindelijk de relance er terug is, dat je activiteit terug opstart of terug begint te groeien, dan ga je veel activiteiten ook wel werkingskapitaal nodig hebben om voorraad te gaan aankopen en dergelijke. Bepaalde zaken te gaan voorzien, je gaat moeten investeren op voorhand. Dus neem dat ook mee in die plannen. Geef dat ook mee aan die bankier, waarom dat we eigenlijk dat stuk ook gaan nodig hebben. En dat is toch wel belangrijk. Nu, laatste week hebben we heel wat vragen naar ons toe gekomen om daar ook in te begeleiden. We hebben ondertussen de laatste weken zelf de nodige tools uitgewerkt om dat op een vrij efficiënte en toch wel vrij korte manier te kunnen doen. Op maat van die cashflowplannen, maar ook alle maatregelen waar je beroep kunt op doen. Dus mocht je daar begeleiding nodig hebben, zou ik zeggen steeds welkom. Check gerustig bij ons in. Een voorbeeldje van Belfius hier. Twee voorstellen die dit doen in het aanbod. Enerzijds gaan ze de mogelijkheid voorzien voor een financiering op 12 maanden, waarbij dat je de eerste 6 maanden niets terugbetaalt en een volledige terugbetaling in de laatste 6 maanden zit, maar waar je wel interest betaalt. En een ander voorstel is overbruggingskrediet voor een bepaalde periode, waarbij dat alles in 1 keer uiteindelijk op het einde van het traject wordt betaald. Dus je ziet ook dat banken aan het organiseren zijn om daar ook wel het verhaal een beetje te kunnen formaliseren. Maar op dit nu de richtlijnen zijn die meegegeven zijn, dit weekend naar alle banken toe, daarover heb ik eigenlijk nog onvoldoende informatie. Als we dan even kijken naar de overheid, wel, ik had daarnet de bazooka beschreven, verteld, die overheid is, maar federale overheid, en toch bankgerelateerd, vandaar dat ik hem daarnet heb vermeld. Ook de Vlaamse overheid heeft bijkomende middelen voorzien. PMV zelf gaat bijkomende afgestelde leningen voorzien. Een pakket van 250 miljoen euro. Achtergestelde leningen op 3 jaar. Die eigenlijk de focus hebben op start-ups en scale-ups. En met de bedoeling om toch wel het eigen vermogen te versterken. Achtergestelde leningen, je hoort net achtergestelde karakter, geeft zeker en vast een positieve insteek naar bijkomende bankaire financiering. De bedoeling is hier eigenlijk om daar leverage te creëren naar die bijkomende financiering vanuit eigenlijk de Vlaamse overheid. Specifieke modaliteiten zijn nog niet gekend. Kan ook nog niet aangevraagd worden op vandaag. Maar wat belangrijk is om mee te geven, dat is dat ze ook naar die gezonde KMO's kijken. Gezonde KMO's van voor corona. En toch wel kijken naar
de bedrijven die die relance daar echt wel willen insteken en willen groeien naar een tewerkstelling van 89% van het personeelsbestand op vandaag. En dat is toch wel, denk ik, wel een belangrijke focus om mee te geven. Dit is een zeer goed alternatief, ook voor ondernemingen die niet in aanmerking komen voor de zogenaamde coronakredieten van de federale overheid. Het zijn andere voorwaarden. En dus mocht dat die voorwaarden niet voldaan zijn, dan kan dit echt wel een goede oplossing bieden via de Vlaamse overheid, via PNV. Hoe kan je het aanvragen? Je kan het nog niet aanvragen op vandaag. De recente contacten die ik had met PNV, hebben ze me toch al een paar zaken meegegeven die je kan voorbereiden. Ik was dus zeker niet in detail gaan aflezen, maar eigenlijk komt het in mijn grote lijnen overeen met de voorbereiding die we doen naar nieuwe bankfinanciering. Waarmee dat je toch ook wel de impact van corona en dergelijke had moeten vermelden. De cijfers had moeten meegeven tot vandaag. En maar dan ook het actieplan had moeten onderbouwen. Want ik weet ook dat PNV soms wel nog een stukje strikter dan de banken kijkt naar dossiers. Dus ook een onderbouwd cashflowplan toch wel belangrijk zal zijn om effectief ook te gaan meenemen. En dan is er nog een bijkomende waarborgportefeuille. Dit bestond al. PNVZ had al PNV waarborg om nieuwe kredieten te gaan indekken, te gaan waarborgen, ten beloope van 75%. Dus ze hebben die ook uitgebreid met extra 100 miljoen. Maar wat nieuw is daar, is dat het nu ook kan voor betalingen die eigenlijk al moesten gebeurd zijn, 12 maanden terug. Normaal gezien kunnen 3 maanden terug gaan in dit verhaal. Nu laten ze toe dat je tot 12 maanden terug gaat. Zelfs ook achterstallige huur, achterstallige lonen, betalingen aan leveranciers en dergelijke kunnen hier ook meegenomen worden. Dat zijn natuurlijk de voorwaarden van PNV. Ik weet niet in welke mate dat banken kredieten gaan geven voor achterstallige huur van 6 maanden of achterstallige loon van 3 maanden. Dat gaan we moeten zien en dat zal zichzelf een beetje uitwijzen. Maar het is in elk geval toch wel een belangrijk signaal van PNVZ om ook die waarborgportefeuille effectief te willen gaan uitbreiden. Voilà, dan wordt het een beetje voor bank en overheid. De impact van corona die zal er zeker ook zijn op het ophalen van kapitaal. En daarvoor geef ik graag het woord aan Adam. Dank u wel, Nick. Mochten er mensen zijn die vragen hebben over het bankaire luik of het overheidsluik, stel die gerust. Dan kunnen we die op het einde ook behandelen. Op vlak van kapitaal krijg ik vandaag heel veel ondernemingen binnen die vandaag zeggen van de cashnood is er, maar ik heb ook nodig dat bijkomende support en know-how en expertise. Is het het moment om vandaag kapitaalinvesteerders te gaan aanspreken? We moeten daar realistisch in zijn, de markt is wel een beetje veranderd. Er is wel absoluut, er is heel veel geld beschikbaar geweest voor corona. Dat geld is ook niet verdwenen. Het gaat gewoon aan andere voorwaarden zijn vandaag, waarom je partijen kan laten instappen in jouw kapitaal. Dus die corona-impact, net zoals bij banken en bij overheden, is ook hier duidelijk. Je zal ook zien, of wat wij vandaag al zien, is dat investeerders zeker anders gaan kijken naar nieuwe kapitaaldossiers. Er is een zekere risicoaversie, dat is ook logisch. Waarom? Omdat heel veel partijen de impact van corona vandaag niet kunnen inschatten. Zeker als ze jouw business nog niet kennen, jouw activiteiten niet kennen, is dat iets wat je zeer goed gaat moeten onderbouwen. Hoe ga je deze periode gaan overleven? Maar hoe ga je ook op corona-tijdperk ervoor zorgen dat jouw bedrijf terug kan oppikken? Want daar zijn investeerders vandaag naar op zoek. En ze willen een investering doen om op termijn uiteraard wel een rendement uit te gaan halen. Belangrijk is ook, en dat zie ik vandaag zeker, ik denk dat wij pre-corona-tijdperk zeer hoge waarderingen zagen. Heel hoge multiples die werden gehanteerd. Waarbij dat je vandaag ziet van dat je die moeilijk nog kan gaan argumenteren. Dus daar komt zeker een correctie. Die torenhoge multiples die gaan eruit. Je kan daaraan blijven vasthouden, maar is de kans volgens mij net iets kleiner dat je kapitaal zal opbouwen. Hou ook rekening met langere beslissingstermijnen op vandaag. Zeker bij professionele partijen. Het is ook net iets moeilijker om elkaar te leren kennen, om due diligence te kunnen gaan doen, om de investeringsmogelijkheden te gaan bespreken.
omdat alles remote moet gaan, houd er ook rekening mee. Ook investeerders worden geconfronteerd met het coronatijdperk. Dus snel geld ophalen zal net iets moeilijker zijn. Investeerders zullen ook verwachten dat je je prognoses gaat gaan aanpassen. De financiële plannen die je hebt opgesteld voor corona, met de hockeystick die vrij snel gaat gerealiseerd worden volgens jouw plan, daar gaat het vandaag niet mee halen. Zorg dat de corona-impact meezit in jouw plan. Toon aan dat je daar rekening mee houdt. Welke impact dat vandaag heeft op je business. Maar ook hoe je na corona terug kan oppikken. En wees daar ook realistisch in. We zien dat die termijn, de quarantainetermijn, ook wordt verlengd. Ik zie vandaag nog steeds plannen binnenkomen waarbij dat ze ervan uitgaan dat 1 mei alles up and running terug is. Dat zal niet zo zijn. Dus wees daar realistisch in. Investeerders zullen ook in de aptijd zal ook zeer sectorafhankelijk zijn. Wat ik vandaag een beetje zie, ook in internationale studies, is dat natuurlijk er heel veel interesse is in alles wat dat met health tech te maken heeft. En dat is logisch uiteraard. Remote working, edutech, alles wat te maken heeft met educatie. Food delivery scoort vrij goed. E-commerce, uiteraard ook top. Mensen hebben vandaag tijd om daar ook mee bezig te zijn. Sectoren die het wat moeilijker gaan hebben, sowieso, ja, vastgoed, de reissector, horeca, die zullen het wel net iets moeilijker hebben om investeerders te gaan aanspreken. Belangrijke tip in heel dat verhaal, zeker in het coronatijdperk, focus op smart capital. Proberen wij ook altijd te zeggen, haal niet gewoon geld op, maar focus op die smart. Kijk naar wat voor mensen je nodig hebt, welk netwerk heb je nodig, welke expertise, welke ervaring heb je nodig om je door dit coronatijdperk te gaan loodsen en te zorgen een keer dat de economie terug oppikt om de juiste support rond jou te hebben, de juiste mensen rond jou te hebben, die je kunnen helpen om beslissingen te nemen, om snel terug te kunnen schakelen. Als we kijken naar een kanaal dat veel mensen soms wat vergeten, sommige ondernemers onder jullie zullen misschien al financiering hebben opgehaald in het verleden bij Business Angels. Durf die ook aanspreken. Het zijn doorgaans je first believers. Maar wees wel transparant. Je hebt misschien in de tijd een bepaald plan voorgelegd. Zij weten ook wel dat de kans klein is dat je dat plan vandaag gaat realiseren. Wees heel transparant over je huidige cijfers. Doe dat ook proactief en wacht niet tot wanneer ze daarnaar vragen. Informatie verschaffen op vandaag aan je aandeelhouders is cruciaal. Alleen dan kunnen zij ook zien wat de specifieke noden zijn. En gaan ze misschien ook bereid zijn om bijkomend geld te gaan voorzien. Als je in een gesprek komt met aandeelhouders, wees dan ook redelijk in je voorwaarden. Het kan zelfs zijn, ik heb nu een specifiek dossier, een tijdje geleden een fundingronde gedaan, een vrij hoge waardering. Je kan die hoge waardering, zeker door corona, vandaag niet opnieuw gaan argumenteren. We zien dat ook aan dat plan. Dus hanteer daar ook gewoon redelijke voorwaarden. Opnieuw, het zijn je first believers. Het feit dat zij jou eventueel opnieuw willen ondersteunen financieel, dat heeft wel een bepaalde waarde. Belangrijk is ook om wel op je cap table te gaan letten. Als je bijkomend geld gaat ophalen, ook je huidige aandeelhouders gaat aanspreken, ga wel eens kijken welke participatie hebben zij vandaag in jouw bedrijf. Welke contractuele afspraken zijn daar gemaakt. En pas ook je aandeelhoudersovereenkomst daartoe aan. Blijf je in een meerderheidspositie of kom je in een minderheidspositie? Vanaf dat een investeerder bepaalde percentages of een bepaalde participatie heeft, gaat hij ook andere rechten krijgen. Dus hou daar wel rekening mee, zodat je kan voorkomen dat je in één keer ook de controle over je bedrijf zou gaan verliezen. Mocht er met je huidige aandeelhouders een discussie zijn over waarderingen, waarderingen zijn altijd al moeilijke oefeningen geweest, en vandaag zeker. Waarom? Omdat er een grote onbekende factor bij komt, en dat is de toekomst. Dat is de vraag, wat gaat corona doen? Een voorstel daar kan zijn, hij heeft al verschillende keren bij dossiers van ons gewerkt. Pas het aan, ga niet werken met een kapitaalverhoging, maar werk met een aandeelhouderslening. Als je de aandeelhouders geld wilt verschaffen, neem het op in een duidelijke lening, eventueel een converteerbare lening, waarbij dat je kan zeggen, de volgende keer als we een ronde gaan doen, na coronatijdperk, wanneer dat we terug op een onderbouwde manier een waardering kunnen gaan voorleggen, dan kan er dan nog altijd kan de lening worden geconverteerd in kapitaal. En soms gebeurt dat dan eventueel wel met een bepaalde discount op die waardering, omdat uiteraard investeerders of die huidige aandeelhouders vandaag wel al bereid zijn om een risico te gaan nemen.
Een tweede partij binnen het kapitaal. Je ziet, we zijn nog niet bij de Angels, er zijn ook andere partijen. Kijk ook eens binnen je team op vandaag. Zitten daar belangrijke mensen in het management die nog geen aandeelhouder zijn? Zitten daar sleutelfiguren bij het personeel? Ga eens gaan kijken of dat je vandaag die mensen kan gaan laten participeren in jouw bedrijf als een bijkomende incentive. Onderschat niet het belang vandaag om een sterk team bij elkaar te gaan houden. Als je dat even wel gaat doen, zorg dat dat wel contractueel onderbouwd is. Het laatste wat je wil, is dat er iemand van je management of personeel mee in het aandeelhouderschap zit en dat er geen afspraken rond zijn gemaakt. Bijvoorbeeld voor het moment wanneer die managers of personeelslid toch zou vertrekken bij het bedrijf. Voorzie ook duidelijk overeenkomst. Je gaat misschien vandaag bepaalde partijen gaan meenemen in je kapitaal. Voorzie daar ook duidelijke KPI's. Je neemt iemand mee vandaag omdat je die belangrijk acht voor jouw bedrijf. Wat wil dat dan net zeggen? Wat moet die persoon gaan doen? Is die verantwoordelijk voor x aantal leads? Is die verantwoordelijk voor een bepaalde omzet? Neem dat mee in die overeenkomst. Eventueel kan je ook gaan werken, mocht je vandaag nog niet direct bereid zijn om nu al die aandelen te gaan geven, dan kan je ook altijd met opties gaan werken. Belangrijk bij een optieovereenkomst wel, is dat je daar duidelijk gaat gaan bepalen wanneer dat die optie dan kan worden gelicht. Maar dat kan dan bijvoorbeeld worden gelinkt aan het vervullen van bepaalde van die KPI's. Bijvoorbeeld, ik geef jouw manager vandaag een optie om binnen 6 maanden jou in te kopen in het bedrijf. Dat zal de waardering zijn. We zetten daar wel een bepaalde discount op. Je betaalt niet voor eigen zweet. Maar je gaat die pas op dat moment ook effectief kunnen uitoefenen als bijvoorbeeld een KPI. Ik zeg maar iets, je moest 500 leads binnenhalen voor het bedrijf als je die hebt gerealiseerd. Een zeer, zeer, zeer belangrijk mechanisme dat je niet mag vergeten als je dit gaat doen, dat zijn de zogezegde leverbepalingen. Dan mis ik heel veel in dergelijke contracten. Voorzie een terugkoopmechanisme. Jij gaat soms als oprichter bepaalde van jouw managers of personeelsleden aandelen gaan geven of gaan verkopen. Zorg dat die kunnen terugkomen naar jou het moment dat die partij of die persoon ook vertrekt. Het wil niet zeggen dat die vandaag een belangrijke sleutelfiguur is, dat die binnen 2 jaar nog in een bedrijf gaat zitten. Misschien krijgt die een andere opportuniteit. Dus zorg dat daar de zogenaamde leverbepalingen rond zijn. Er zijn daar verschillende zaken rond die je moet mee rekenen. Je hebt good lever, bad lever bepalingen, daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Maar maak gewoon de reflex dat je dat zeker moet voorzien. Onderschat niet, vandaag kan dat zeker relevant zijn. Bepaalde sleutelfiguren hebben soms ook een zware kost binnen het bedrijf. Het kan ook een manier zijn om het te gaan gebruiken als vergoedingsmechanisme. Om te gaan zeggen bij een zeer duur profiel van kijk, ben je bereid om je management fee voor 30% of 40% te laten vallen of te gaan verminderen. En in ruil kan je inkopen in het bedrijf en krijg je een bepaalde discount op de waardering. Dus het kan een zeer goede manier zijn om eigenlijk ook wat te gaan bootstrappen en wat te gaan snijden in die kosten. De volgende piste, dat zijn die bewuste business angels. Lukt dat nog? Ze zijn er nog altijd. Bij de Harbor hebben we er zelf een 250 binnen ons netwerk. We hebben die ook op een bepaald moment allemaal aangeschreven. Uiteraard zijn daar heel veel partijen bij die zeggen van kijk, ik ga toch nu even afwachten om te zien wat corona gaat geven. Maar er is nog altijd een bereidheid bij die partijen om te investeren. Het belangrijkste gewoon bij een business angel moet zijn, zoek naar die smart. Welke expertise heeft die persoon? Welk track record heeft die persoon? Welk netwerk kan eventueel aanvullend zijn? Plus, vandaag misschien ook relevant, heeft die persoon crisiservaring? Ik denk dat er waarschijnlijk wel wat founders op deze call zitten die nog nooit een crisis hebben meegemaakt. Ik inclusief. Hoe ga je daarmee om? Als je bedrijfsleiders als business angel binnen je bedrijf kan betrekken die in 2008 al een crisis hebben meegemaakt, die zullen daar waarschijnlijk wel bepaalde lessen uit getrokken hebben en die zou je op die manier ook mee kunnen nemen in jouw bedrijf. Pas op voor sharks, dat is logisch. Er lopen altijd vandaag in alle eerlijkheid angels rond die een dealtje willen doen, die met een cheque staan te zwaaien aan belachelijke voorwaarden. Op sommige punten moet je wel eens nee durven te zeggen. Ga ervan uit, op het moment dat er iemand in jouw aandeelhoudersstructuur zit, een business angel zeker, en er ligt daar een contract voor, die krijg je er ook niet zomaar uit. Dus zorg dat je weet met wie dat je aan tafel zit. Business angels, ik heb erop gewezen, er is daar natuurlijk die risicoaversie een beetje op vandaag, wat schrik voor de toekomst. Voorzie daar dan ook gewoon duidelijkheid. Wees transparant, dat cashflowplan is vandaag cruciaal.
Toon aan, waar sta je vandaag, net zoals bij de bank, welke maatregelen heb je genomen om te gaan met die coronacrisis? Hoe zie je de toekomst? Hoe zie je de markt evolueren? Zie je daar nog een plaats voor jou? Dus probeer zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen om die onzekerheid een stukje weg te nemen. Een belangrijke, zeg ik altijd, dat komt bij alle partijen terug, tijd is the ability to say no. Wacht niet om naar kapitaal te gaan zoeken als je runway volledig is opgedroogd. Je hebt onderhandelingsruimte nodig. En dat is tijd. Je moet kunnen nee zeggen. Je moet een contract opnieuw kunnen gaan bekijken. Je moet een onderhandeling kunnen voeren. Als een angel of een investeringspartij aan de andere kant voelt dat je die ruimte niet hebt, dan gaat hij dat uitspelen. En dat zal wel zeggen dat die waardering naar beneden gaat gaan, omdat er misschien bepaalde clausules op tafel gaan gelegd worden waar je je niet volledig comfortabel bij gaat voelen. Waarderingen, moeilijk principe. Je kan dat heel complex allemaal gaan maken, met uitgebreide DCF's gaan werken, hanteren wij ook wel. Maar een typische hockeystick ga je vandaag aan business angels moeilijk kunnen gaan verkopen. Dus probeer in die waardering ook rekening te houden met track record. Wat heb je al gerealiseerd? Neem de bestaande omzet, de gerealiseerde omzet mee. En als je daar een bepaalde groei in gaat gaan meenemen, groeiprognoses, zorg dat die onderbouwd zijn, dat je die kan staven. Hetzelfde verhaal ook hier wel een beetje. Heb je discussies rond waarderingen en blijf je stranden op de impact van corona? Werk misschien ook hier met converteerbare lening om die waarderingsdiscussie even te parkeren en die op te nemen op het moment eventueel bij een volgende kapitaalronde, wanneer dat die markt iets wat is gestabiliseerd. De volgende partij zijn de VC's. Die zijn zeker niet verdwenende fondsen. Fortino heeft net nog een fonds bijgecreëerd, wat fantastisch is om te zien. Wat we gezien hebben de voorbije weken, had ik ook wel verwacht, is dat ze de eerste dagen en weken voornamelijk wat portfoliobeheer hebben gedaan. Ze hebben allemaal bedrijven al geïnvesteerd. Ze moeten natuurlijk die bedrijven ook boven water houden, dus de eerste cash zal naar daar gegaan zijn. Je ziet ook wel dat de focus wat geshift is, heb ik daarnet ook al wat aangehaald. Ik denk dat zij voornamelijk gaan beginnen kijken, wat dat logisch is, naar activiteiten en sectoren die na het coronatijdperk een sterke nood aan innovatie zullen hebben. Healthtech, Elitech heb ik al aangehaald. Sectoren die zullen groeien door gewijzigd gedrag van consumenten en de mindset van consumenten. E-commerce, online entertainment, telewerktools. Dat zijn zaken waar dat we zien dat er een heel grote interesse in is. De multiples, opnieuw waarderingen, gebeuren hier nogal veel op basis van multiples. De feedback die ik daar krijg van de professionele partijen is dat daar wel een correctie op zal gebeuren. Er bestaan daar algemene databanken van. Ik zie dat daar de correctie nog beperkt is. Ik denk omdat ze moeilijk nog kunnen inschatten wat dat corona vandaag als impact gaat hebben. Maar er zal daar een correctie op gebeuren. Bij VC's is het ook belangrijk. Je gaat niet naar een VC als je nog op je concept zit te broeden of op je idee. Bespaar je de tijd. VC's gaan vandaag investeren in concepten waarvan bewezen is dat ze een bepaalde tractie is en dat je heel duidelijk de schaaleffecten kan gaan aantonen. VC's investeren in schaalbaarheid, niet in ontwikkeling van een nieuw concept. Om dat te kunnen gaan aantonen, heb je die track record nodig, moet je een bepaalde tractie kunnen aantonen. En zodat dat zeer duidelijk verwerkt zit in een financieel model. Ken de drivers van dat financieel model. Dat de VC ook begrijpt van oké, als wij hier of daar cash gaan insteken, dan gaat dat ook de return zijn. Geef ook een duidelijk zicht op jouw kennis van de markt. Hoe gaat die markt evolueren? Dat is iets wat ik enorm mis bij heel veel bedrijven. Kijk eens rondom jou. Welke andere bedrijven zitten in jouw sector? Je bent niet alleen in die sector. Zorg dat je weet wat dat ze doen, zorg dat je weet hoe dat ze evolueren en kijk wat dat jouw USP is ten opzichte van de andere spelers binnen jouw sector. Dat zullen de belangrijkste zaken zijn waar de VC ook naar zal kijken. Ze gaan op het snelste paard wedden en je zal moeten kunnen aantonen dat je dat paard bent. Opnieuw, en zeker hier bij VC's, komen er een heel ander type van onderhandelingen aan te pas, ook een pak zwaardere contracten. Tijd is opnieuw de ability to say no. Als je een deal voor ogen krijgt waar je je niet in kan vinden, zorg dat je tijd hebt gekocht. Zorg dat je runway nog niet op het einde zit, want je gaat nee moeten kunnen zeggen. Een piste die ik ook wil aanhalen, die denk ik zeker deze tijd relevanter wordt, is corporate venturing. Corporate venturing heeft verschillende mechanismen. We zagen dat al wat doorkomen. Corporates die op zoek gaan naar innovatie door hackathons te organiseren,
door te participeren in incubatoren, strategische partnerships, meer en meer. En dat zullen we in de toekomst zeker zien, want er zit daar nog altijd redelijk wat cash. Zal dat eerder gaan over strategische investeringen en overnames. Waarom? Omdat ze ook een nood hebben aan innovatie. De wereld wijzigt zeer snel en de corporates zijn in principe log. Wat dat wil zeggen dat innovatie via startups soms wel eens een antwoord kan bieden. Belangrijke zaken daar zijn, zorg dat je je autonomie kan behouden. Er is niets verkeerd mee om met een corporate in zee te gaan, om te zoeken naar die beschermende koepel. Er is absoluut niets verkeerd mee. Maar zorg dat je wel je autonomie als ondernemer behoudt, dat je kan doen wat je nog wil doen. Er zullen daar bepaalde limieten zijn, maar maak daar afspraken over. Maak ook afspraken hoe dat zij eventueel de integratie van jouw bedrijf in hun bedrijf zien. Waar kijken ze naar? Hoe gaan jullie gaan samenwerken? En misschien op termijn, wat gaat het sluitstuk daarvan zijn? Een corporate gaat waarschijnlijk niet investeren om op heel lange termijn een minderheidsparticipatie aan te houden. Op een bepaald moment, als dat goed gaat, gaan zij wel in overnemen. Dus zorg dat er al afspraken gemaakt zijn over het engagement dat jij daarin moet opnemen, maar eventueel ook jouw exit. Wanneer kan je eruit? Wat zijn de verwachtingen daaromtrent? Een belangrijke tip daar. Ik heb een paar dossiers die lopen waarbij ik zie dat er gesprekken aan de gang zijn met corporates. En doorgaans zijn dat klanten, waar dat ondernemers al mee samenwerken. Verwar uw commerciële relatie niet met een investeerdersrelatie. Op het moment dat je die partij gaat gaan beschouwen als investeerder, ga je die ook bepaalde informatie gaan geven. Wat dat wil zeggen dat die meer informatie heeft dan een normale klant. Die gaat zien wat dat jouw marges zijn, wat dat jouw kosten zijn. Dus het moment dat je beslist om dat te doen, wees dan ook zeker dat die partij of die corporate een potentiële investeerder kan zijn. Ben je dat niet zeker, dan is het misschien soms beter om deze in deze fase gewoon als commerciële relatie te behouden. Nog twee belangrijke zaken die ik wil meegeven. Vergeet de fiscale cadeaus niet, zeker niet ten aanzien van privé-investeerders. Tax shelter mechanisme voor startups en scale-ups is niet verdwenen. Integendeel, het zal misschien worden uitgebreid. Als start-up jonger dan 4 jaar of scale-up jonger dan 10 jaar is er een mechanisme waarbij privé-investeerders worden beloond als zij risicokapitaal willen verschieten. Dat gaat over belastingsverminderingen van 25% tot 45%. Belangrijk is vandaag, geldt het enkel nog voor particuliere investeerders. Dus niet voor de corporates waar we het over hadden, maar over de professionele fondsen. Dit gaat over business angels. Maar evengoed ook over werknemers of managers of dienstverleners waar je mee samenwerkt, die zich willen inkopen in het bedrijf, kan je overwegen om daar te kijken, kan de tech shelter daar misschien gaan helpen, soms ook om de waarderingsdiscussie wat uit de weg te gaan. Het gaat ook enkel over kapitaalverhogingen, dus moet echt cash in het bedrijf komen. Het gaat niet over een rechtstreeks overname. Dus als jij aandelen rechtstreeks zou verkopen aan een angel, bij wijze van spreken, dan kan die daar de tech shelter niet op gaan toepassen. Actueel is er zeker een discussie omtrent de tech shelter en dat wil ik toch even aanhalen. We zijn aan het kijken, we zitten ook mee in de lobbygroep om die werking te gaan uitbreiden. Dan ga ik naar de volgende slide, support the cause. We hebben een tijdje geleden via supportourstartups.be samen met onder andere Davy Kestens en nog een groep van ondernemers het initiatief genomen om concrete maatregelen voor te stellen aan onze overheid. Ik vraag jullie van harte ook om daar eventueel voor te registreren en jullie feedback daarop te geven. Alleen zo krijgen we gehoord. Ik denk dat we ondertussen al met meer dan 1000 bedrijven zijn die dit onderschreven hebben. Langs de ene kant werken we op dat tax shelter mechanisme, vragen we eigenlijk om de voorwaarden uit te breiden. Vandaag is daar een beperking in tijd, ook een beperking in bedrag. Dus we proberen die bedragen naar boven te krijgen. We proberen ook te kijken of dat we het eventueel zelf kunnen uitbreiden van particuliere investeerders naar professionele investeerders, om corporate venturing daar ook te gaan aanmoedigen. Stel u voor, mocht een corporate in één keer een fiscaal initiatief of een fiscaal incentive krijgen om te gaan investeren in startups, dan zouden we toch al een deel van jullie cashprobleem kunnen oplossen. Een tweede is de concrete propositie ook vanuit supportourstartups.be. Dus waarbij dat we eigenlijk vragen aan de overheid. We vragen geen blanco cheque voor alle duidelijkheid. Er zijn andere sectoren die vandaag cash nodig hebben. Er wordt ook al een initiatief genomen naar de banken toe, met de bankgarantieregeling. Een initiatief vanuit PMV met de 250 miljoen. Daar stellen we eigenlijk de vraag van, als we ervoor kunnen zorgen dat een bedrijf
in het kader van de financieringsnood die ze heeft begroot, 25% van die nood via eigen kanalen kan gaan ophalen. Dus via bijvoorbeeld achtergestelde leningen of via kapitaal. Maakt het dan mogelijk dat eigenlijk banken op dat moment toch sneller terug krediet gaan verschaffen, omdat dat luik krediet, en dus 75% die via de bank zou kunnen komen, omdat die eventueel dan volledig zou gegarandeerd zijn door de overheid. Dus eigenlijk is het een uitbreiding daar van de garantieregeling die al bestaat, waarbij dat we eigenlijk voor het stuk bankair de volledige garantie vragen, gekoppeld wel aan het behalen van een eigen funding. Omdat we dan eigenlijk zo kunnen gaan voorleggen dat het de markt is die ook gaat bepalen of dat een bepaalde onderneming al dan niet slaagkansen geeft. Gesprekken zijn daar lopende. Wij proberen daar ook op eerste lijn mee te zijn. Als we daar meer info over krijgen, gaan we die uiteraard circuleren. Dat waren een beetje de belangrijkste maatregelen. Zelf vanuit de Harbor, onze specialisatie is om financieringsdossiers goed te gaan onderbouwen. Om zeker naar die banken te gaan, naar die overheden te gaan, naar kapitaalsinvesteerders te gaan. We hebben ook een eigen crowdlending platform Winwinner, dat we in de volgende twee webinars zullen toelichten wat de kracht van crowdlending kan zijn. Dus mocht je daar hulp bij nodig hebben om zo'n dossier te gaan onderbouwen of om die kanalen te gaan aanspreken, neem dan zeker contact op met ons, zodat we kunnen kijken waar dat we kunnen helpen.